Dit was het Verdun van de Tweede Wereldoorlog. Het was de meest afmattende, de allerkwellendste en in vele opzichten de meest tragische van alle veldslagen in het Europa van deze oorlog. Het was ook de internationaalste, want hier vochten de soldaten van 15 naties en gaven er hun leven. Amerikanen, Britten, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, Indiërs, Zuid-Afrikanen, Polen, Fransen, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, Italianen en uiteraard ook Duitsers. De slag om Casino. Het dal van de Liri, 130 kilometer ten zuiden van Rome, maakte een vreedzame indruk, maar was 40 jaar geleden de plaats van verschrikkelijke moed en redeloze macht. 20.000 mensen sneuvelden hier in amper 4 maanden strijd en nog eens 100.000 anderen werden hier voor hun leven verminkt. En alles draaide om een klooster van de Benedictijnen. Sinds 1400 jaar had hier een klooster op de top van die berg gestaan, vanaf het ogenblik dat de monnik Benedictus zijn grote orde had gesticht en een van de belangrijkste beschavingsbewegingen van start liet gaan. De stad Casino bestond nog langer dan het klooster, namelijk al 24 eeuwen. Marcus Antonius had er een villa. Maar men kent Casino vooral door het klooster. Het is 2 keer zo groot als Buckingham Palace en ligt, hoe onwaarschijnlijk en wonderbaarlijk ook, op de top van een 519 meter hoge, steile berg. Het grootste deel van het jaar verzacht de bomen en struikgewas de kale stugheid van de kloostervoet en vaak lijkt het dan dat het op een veelkleurig kussen staat en niet op een streng Norse bergtop. Maar 's winters, als alles kaal is op de bergflanken en de naargeestige onweerswolken neerzakken van de wilde Abruzzi-bergen, dan staat het klooster van Monte Cassino erbij als een barse, reusachtige eminentie. Een waar fort dat afsteekt tegen de hemel. En het was vooral in de winter dat de slag om Cassino gevochten werd. Er zijn 2 trajecten van Napels naar Rome. De Via Appia, nu prozaïscher bekend als autoweg nummer 7, die vooral met de kust meeslingert. En deze Via Casilinia, autoweg 6, door het binnenland en waarover de Romeinse legioenen stapten, op naar of terugkerend van de veroveringen. Het was ook de weg die de geallieerden in 1943 kozen als hun route naar Rome en zo kwamen ze onvermijdelijk bij het dal van de Liri, sedert eeuwen bekend als de poort tot Rome. Benedictus had deze berg uitgekozen als plaats voor zijn klooster, omdat hij er de uitzonderlijke hoedanigheden van herkende. Ideaal isolement voor verering en meditatie en evenzeer een bolwerk bij elke aanval. En op zoek naar een verdedigingspositie ten zuiden van Rome zagen ook de Duitsers hoe uitzonderlijk sterk dit punt als verdedigingsbolwerk was. In hun militaire leerboeken was deze bergtop reeds lange tijd beschreven als een der meest perfecte natuurlijke verdedigingspunten van heel Europa. Want vanaf deze kruin is elke beweging in het dal of in de vlakten verderop te zien. De berg is een groot oog dat naar beneden kijkt en alles en iedereen in de gaten heeft. Maar zo is heel Italië een paradijs voor wie zich verdedigt en een nachtmerrie voor wie aanvalt. Want dit land heeft als ruggengraat gebergtes en dan ontelbare riviertjes die daarvan afstromen en snel zeewaarts gaan. Er is steeds opnieuw nog een rivier die je moet overgaan, nog een gebergte. En nadat de geallieerden voet hadden gezet op het Italiaans vasteland in het begin van september 43, na hun grote Noord-Afrikaanse en Siciliaanse zegens, hadden ze niets anders meer gedaan dan dit, rivieren oversteken, over bergen gaan. Napels waren ze binnengekomen op 1 oktober. Maar dan had het ze 14 weken gekost om de 80 kilometer te veroveren van daar naar de voet van de Monte Cassino. Dat kwam vooral omdat na Napels het weer verslechterde en de Italiaanse winter begon in al zijn ijzig koude en doorwekende woede.
Voor de soldaten van het 5e en 8e leger van de geallieerden waren deze 14 weken een voorspook van wat hen nog te wachten stond. Het was een bewijs hoe nutteloos rollend materieel werd als weer en land tegenrukten. 8 ervaren divisies hadden 6 weken nodig om 11 kilometer verder te komen en het had ze aan gewonden en doden 16.000 man gekost. Voor de Duitsers waren dit niet veel meer dan manoeuvres. Zij hadden niet de bedoeling om hier te blijven, maar alleen om de geallieerden op te houden en te verzwakken. De afgelopen 3,5 maand vanaf de val van Napels had maarschalk Kesselring, de Duitse bevelhebber in Italië, gewerkt aan zijn Gustavstellung. Een natuurlijke barrière van gebergten en rivieren die over Italië uitgestrekt ligt van west naar oost op het smalste gedeelte en die voorbij Monte Cassino gaat. Deze stelling of linie is 140 kilometer lang en is door ingenieuze militaire bouwwerken nog ondoordringbaarder gemaakt. Cassino was de spil van die linie. Cassino, dat was het punt voor Rome waar de Duitsers zich zouden verdedigen. En zo werd de slag om Cassino, zoals toen een commentator zei, een beslissende krachtmeting tot het bittere einde, op een tijdstip dat Duitsland de oorlog nog niet als verloren beschouwde. Toen geavanceerde troepen van het 5e Amerikaanse leger halfweg januari 1944 de laatste hoogte bereikten voor Monte Cassino en patrouilles uitzonden naar de Rapido-rivier aan de voet van de Kloosterberg, beseften zij nog niet dat ze de start van de slag om Cassino waren. Ze meenden dat ze een volgend stapje zetten in de afmattende tocht door slijk, berg en rivier die inmiddels eindeloos leek voor te gaan. Maar het zou nog eens 4 maanden duren voor ze voorbij deze berg en deze rivier zouden zijn. Afgezien van terrein en afgrijselijk klimaat moeten we wat de Italiaanse campagne betreft goed beseffen dat deze vanaf de start zwaar belast was door een cruciaal verschil in aanpakidee tussen Amerika en Engeland. Veldmaarschalk Lord Hardinge, stafchef van generaal Alexander in 1944. This led to uncertainty and misunderstanding at times, the withdrawal of resources at critical moments, and indecision. And all these things created a situation which added very greatly to the problems and difficulties of Field Marshal Alexander in conducting the campaign. De Italiaanse campagne was vooral gevormd naar Churchill's ideeën die hij de Amerikanen tegen hun wil opdrong. Zij wilden hun manschappen bewaren voor de invasie van het Fort Europa in de zomer van 1944. Maar Churchill wilde de Duitsers afmatten voor die invasie door overal toe te slaan en door hun troepen in te sluiten zodat het voor de eigen troepen makkelijker zou zijn als ze het kanaal zouden oversteken voor de beslissende stoot. Toen de grote drie elkaar voor het eerst in de oorlog hadden gezien in Teheran in november 1943, schaarde Stalin zich aan de zijde van de Amerikanen. Hij zag een kans voor zichzelf in dit geschil tussen Churchill en Roosevelt. Bovendien was hij bang dat Churchill de geallieerde troepen wel eens zou bevelen meteen naar de Balkan te gaan zodra ze Italië veroverd hadden en dat paste niet in zijn eigen veroveringsplannen. Doch ondanks Stalins interventie met boze bijbedoelingen stemden de Amerikanen toe in de voortzetting van de Italiaanse campagne, maar niet in voltallige ondersteuning en dat was het ongeluk voor de soldaten bij Cassino. Churchill had Roosevelt en Stalin moeten beloven dat hij de Italiaanse campagne energieker zou laten verlopen. Ja, hij had zelfs gezegd dat Rome snel zou vallen, want hij zou niet langer als een kevertje op deze poot moeizaam omhoog krabbelen. Hij zou haastje overspringen over dat Cassino-front en zo gebeurde het dat op de ochtend van 22 januari 1944 Britse en Amerikaanse troepen aan land werden gezet bij Anzio, 56 kilometer ten zuiden van Rome en 96 ten noorden van Cassino. Ze kregen geen tegenstand, de Duitsers waren verrast. Nog enkele uren voor de landing verzekerde Hitlers chef van de contraspionage Kesselring nogmaals dat hij geen landing achter zijn linies behoefde te vrezen, voorlopig toch. En slechts 2 Duitse bataljons stonden tussen de Anzio-krachten en Rome in. Maar de bevelvoerende Amerikaanse generaal weifelde en dacht eerst zijn troepen en bevoorrading te versterken op de plaats van het Bruggenhoofd zelf, voor hij naar de hoofdstad zou oprukken.
En toen hij daarmee klaar was, was het te laat. Want Hitler had ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk versterking daarheen was gebracht. Zelfs de Luftwaffe verscheen boven de stranden van Anzio en met enig succes. Tegenstaande de steun van de Royal Navy werden de troepen bij Anzio teruggeslagen en op een haartje na vernietigd. Ze bereikten Rome niet zoals gepland in 10 dagen, maar hadden er bijna 140 voor nodig. Churchill was razend. Hij telegrafeerde generaal Alexander, de commandant der geallieerden in Italië. Ik had goede hoop dat we een dolle boskat op het strand hadden gezet, maar dat bleek een vastgelopen walvis te worden. Anzio was een overhaaste actie, want de landingsvaartuigen moesten snel terug naar Engeland om zich op die day voor te bereiden. Maar nu moest Churchill zelfs wachten tot er een extra aantal terug was uit de Pacific en dat moet hem aardig onthutst hebben. Toen hij te horen kreeg dat 70.000 manschappen en 22.000 voertuigen aan land waren gezet, merkte hij alleen maar op: ik zie dat we heel wat chauffeurs hebben. Anzio had zowel steun voor Cassino moeten zijn als omgekeerd Cassino steun voor Anzio. De eerste troepen hadden Cassino slechts enkele dagen voordien bereikt, maar werden meteen in de strijd gegooid om Kesselring geen gelegenheid te geven om troepen naar het Bruggenhoofd te zenden. En dit was een vergissing, de eerste van de vele die men bij Cassino maakte. De Engelsen en Fransen sloegen enkele kleine, maar wel belangrijke bressen in de Gustavstellung. Maar deze eerste slag om Cassino herinnert men zich nu toch vooral om de bloedige verliezen die de Amerikanen daar leden toen ze onder bij de Kloosterberg de Rapido wilden oversteken. In een krijgsverrichting die slechts 2 dagen duurde, verloor de 36e Texaanse divisie 1700 man en bestond daarna in feite niet meer als gevechtseenheid. Een Amerikaanse correspondent beschreef dat toen de tijd als de grootste slag voor het Amerikaanse leger sedert Pearl Harbor. Na de oorlog volgde trouwens een parlementair onderzoek van deze slag. En hoewel de commissie bevelhebber generaal Mark Clark van elke blaam zuiverde, kwam er toch behoorlijk wat kritiek op het Amerikaans commandosysteem, waarbij alles in detail op de thuisbasis werd bepaald. D.M. Davin, officier in het Nieuw-Zeelandse inlichtingenkorps. We felt that they weren't well served from by their higher command. They had attended the general trend would be for a divisional commander to visit his brigade or regimental headquarters, but not his battalions, and for the regimental or brigade commander to visit his battalions, but not the companies. Whereas our practice had traditionally been, and I imagine that was the practice of the British Army generally, that the command always went one unit or formation below the one next below it, as it were, and this meant for a greater coherence. And a sense of coherence between the people at the bottom and the people at the top. And again, they tended, we thought, to drive their men too hard. The 34 and 36 division of two U.S. Corps were two splendid divisions, but they were really fought to a standstill on above Cassino and at the Rapido crossing, and they would not be relieved when they should have been, when we would have thought they ought to have been pulled out and fresh, not put in. They were asked to go in again and again on the same plan and the same front, but with ever diminishing strength, which was very hard, even on the best of infantry.
Maar uiteindelijk waren deze 1700 ongelukkige mannen van de 36e de eerste slachtoffers van de unieke observatiepositie van Monte Cassino. Het was zoals een der Duitse verdedigers nadien opmerkte, elke poging om de Rapido over te steken, waarboven het Monte Cassino massief uittorende, was vanaf de eerste stap een overmoedige en oergevaarlijke onderneming. Het zicht van de waarnemingsofficieren van het Duitse leger was zo onbelemmerd dat elke poging om troepen over die rivier te krijgen bij voorbaat gedoemd was tot mislukken. Zonder pauze, terwijl de 36e divisie nog de verliezen verwerken moest, werd nu de Amerikaanse 34e divisie losgelaten op en rond het slagveld van de Kloosterberg. En met meer succes. Zij veroverden enkel van de naburige toppen en verlegden de strijd tot praktisch de poorten van het klooster, tot ze tot staan gebracht werden op deze heuvelkam, bekend als de Slangenkop. Een naam die een al te vertrouwde klank zou krijgen voor de geallieerde aanvallers, want op deze bergen die bezaaid waren met grote zwerfkeien en bremgewas, doorsneden door ravijnen en onverwachte kloven, zou de eigenlijke strijd om Cassino gevochten worden. Je kon je niet ingraven op deze rotsachtige flanken. Maar de Duitse verdedigers, die minstens 3 maanden bezig waren geweest en met dynamiet holen hadden aangebracht in de rotsbodem, hadden een bescherming voor hun geschut en zichzelf. De aanvallers moesten het doen met de losse stenen die ze vonden om daar enige beschutting mee te maken. Verder waren er weinig paden en de bevoorrading moest gebeuren met muildieren, waarbij soms een 11 kilometer omgelopen moest worden om niet gezien te worden door het alziende oog van de Kloosterberg. De verliezen aan de kant van de geallieerden liepen in de 3 weken van de eerste slag op tot boven de 10.000. De Duitsers hadden ook geleden. Maar er was ook bewezen hoe hecht de Gustav-stelling was. En ze maakten van de stilstand gebruik om na de eerste ervaring nog verbeteringen aan te brengen. Zodat hun linie toen de tweede slag om Cassino begon nog sterker was. De winter was nu goed op dreef en misschien had men beter op de lente kunnen wachten voor men een nieuwe aanval inzette. Maar de kettingreactie was reeds in werking. Uit Anzio kwam verontrustend nieuws. Hitler bereidde een zeer groot tegenoffensief voor. Het ging hem nu niet om een succes om zijn tanende prestige te herstellen, maar hij besefte drommels goed dat als hij de geallieerden weer in zee kon drijven, dit een weerslag zou hebben op de invasie over het kanaal en zelfs een uitstel zou kunnen opleveren, waardoor hij meer tijd zou hebben om zijn geheime wapens te ontwikkelen. Het had niet ironischer kunnen verlopen. Anzio had het Cassinofront moeten behoeden voor de padstelling. En nu moest het Anziofront zelf gered worden. De tweede slag om Cassino moest sneller komen om Anzio te behoeden voor een catastrofe. Maar voor de tweede slag beginnen kon, ontvingen de geallieerde bevelhebbers een ultimatum van de Indiaanse troepen, die maar net de plaats van de uitgeputte Amerikanen op de Slangenkop hadden overgenomen. Ze eisten dat het klooster met de grond gelijk werd gemaakt. The commander of the 4th Indian Division, Brigadier Dimelin, was adamant that all buildings in the area must be bombed, including the abbey. Alexander, of course, didn't wish to bomb it, neither did Freiburg. Alexander agreed if Freiburg agreed. Freiburg could hardly resist Dimelin. Dimelin himself, after all, was commanding Indians to whom Christian Abbey was not necessarily such a powerful monument that it was more important than lives. Eisenhower had said not long before he left that front that while we were now fighting in the sort of heartland of European culture, and everything that could possibly be done to preserve buildings of importance from the cultural point of view must be done. Nonetheless, the ultimate criterion was human life and the life of our soldiers. And it was the Germans who had put us into the position where this terrifying, crucifying decision arose. In a sense, the responsibility for the bombing of the Abbey, I think, is a German responsibility. It's what the soldiers, the troops who are doing the assault, think that matters most. They thought that the monastery was a vital feature, and indeed it was. Whether it was occupied by the Germans at that particular time as an observation post, as fire positions, or as merely as a shelter, is really beside the point. It's what our own people thought at the time, and it was the Field Marshal Alexander's and other commanders' responsibility to give them a feeling that they had the maximum support.
Zelfs vandaag in vredestijd overweldigt Monte Cassino de vluchtige toerist die er vanuit het stadje beneden naar opkijkt. Het moet in de gestrengheid van een winter en bij de vermoeidheid van een onbesliste krijg een burcht geweest zijn die door de reusachtige vorm hypnotiserend werkte, je overvleugelde en danig bang moest maken. En dat was ook zo. Voor de mannen die aan de voeten van deze hoogtorenende vijand vochten, werd het klooster zelf symbool van de gehate tegenstander. We had the opportunity to... Generaal Achim Ooster, stafofficier van het 14e Duitse Panzerkorps. In the area of Gaeta to Naples, who should inform our adversaries that we were had made a decision not to go into the monastery, and we hoped that by this letting you know, you wouldn't bomb it, but we failed. And I understand why we failed, because it was war. No one had any trustee in Germans. Het merendeel van de grote schatten, de manuscripten, de boeken en plaatwerken, de reliquieën die in het klooster aanwezig waren, waren reeds lang door de Duitsers naar Rome gebracht, maar niet altijd even zelfverloochenend. When it came to the fight, the battle there, and it was to be foreseen that something could happen, some of the troops tried to help the monks to bring away the treasures, and they succeeded. But there's no doubt about it that some of these treasures should not be brought back to Rome or San Anselmo. They should find their way to Germany and to be brought to someone who was very fond of having antiquité. De monniken werden gewaarschuwd voor het naderend bombardement door middel van in granaathulzen opgesloten boodschappen die 2 dagen eerder afgeschoten werden. Maar de geestelijken reageerden verbijsterd, zoals een van de 4 monniken die het bombardement overleefden dan ook zei. Dom Agostino. None of us believed it possible that the monastery would be razed by the ground. For none of us could see the necessity for it. The monastery was not a military objective, so neither the monks nor any of the civilians present then left the monastery. In just 5 hours, 600 tons of bombs fell on the monastery of Monte Cassino. It was all over the monastery, looked like the end of the world. It was a terrifying scene worthy of the apocalypse. There were 12 of us hiding, and miraculously, not one of us was hurt. I, together with the other monks, took shelter under the cell of St. Benedict after the bombing. 2 days later, the old and venerable abbot di Amare called us all together and told us that they must leave the monastery. Eventually, we reached the village of the Rocksack, where the Germans helped us by taking us on the Rome by car. De tragedie aan geallieerde kant was dat toen besloten was om het klooster te bombarderen, de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de luchtmacht lag. En de luchtmacht bezag dit als een van de vele opdrachten die ze elke dag uitvoerde en vond het niet noodzakelijk om daarvoor verder te overleggen om precies te weten hoe alles op de grond verliep. De Indiërs die in de eerste plaats hadden gevraagd om het klooster te bombarderen, werd zelfs niet verteld wanneer dat zou gebeuren en waren niet klaar voor dit offensief dat het bombardement zou steunen. Toen deze grondtroepen tenslotte aanvielen, werden ze met gruwelijke verliezen teruggeslagen, net als de Nieuw-Zeelanders van generaal Freiberg, die beneden in het stadje met hun tanks het spoorwegstation wilden bestormen. De dag waarop de tweede slag om Cassino afgelopen was, was ook de slotfase van het tegenoffensief van de Duitsers in Anzio. Die aanval werd geen succes en dat betekende dat niet ogenblikkelijk met volle macht de aanval op Cassino moest worden voortgezet.
De twee slagen om de Kloosterberg hadden aangetoond dat in deze zover gemechaniseerde oorlog terrein en klimaat nog altijd in staat waren om dat soort oorlogsmachine onbruikbaar te maken, zoals toen in het Vlaanderen van 1914 de uitslag zou afhangen van kleine groepen infanteristen die gewapend waren met bajonet, geweer, machinegeweer en granaten. En het leger dat beschikte over 600 tanks, 800 stuks geschut, 500 vliegtuigen en 70.000 voertuigen van allerlei aard en gewicht was nu afhankelijk van de nederige pakezel. In de bergstreek van Monte Cassino was in die winter van 44 één muildier wel 10 tanks waard. Het gevaar bij Anzio was momenteel geweken, maar op Cassino moest de druk blijven duren om Kesselring de kans te ontnemen om zijn troepen van daar naar dat andere front te brengen. De Nieuw-Zeelanders werden gedetacheerd voor het volgende offensief, maar slecht weer bracht mee dat dit dag na dag gedurende 3 weken uitgesteld moest worden. Toen het derde offensief begon, op 15 maart, de middenmaanddag van de oude Romeinse kalender, werd dit voorafgegaan door een vernietigingsbombardement van het stadje Cassino. 500 bommenwerpers deden eraan mee, meer dan de helft van het zware kaliber, en in nauwelijks 4 uur lieten ze 2 maal zoveel tonnage bommen vallen als de maand daarvoor op het klooster. Onvoorstelbaar genoeg overleefden vele Duitsers in deze stad dit vreselijke bombardement. En weer waren de geallieerde troepen te traag om de eerste verlamming die dit bombardement had veroorzaakt uit te buiten. Bovendien hinderden de ontelbare bomkraters in de stad de beweging van de tanks. In plaats van de vlotte overwinning stuitten de Nieuw-Zeelanders op felle tegenstand en slaagden er niet in het stadje noch de Kloosterberg te nemen, hoewel de Goerkaans tot op 275 meter van die ruïnes raakten voor ze de strijd moesten opgeven. Weer waren de verliezen afgrijzelijk. De Nieuw-Zeelanders verloren 1600 man en de 4e Indische divisie ruim 3000. De Indische eenheid was voorlopig zelfs geen gevechtseenheid meer. En ook de Nieuw-Zeelandse divisie werd nooit meer dezelfde. De geallieerde troepen bij Monte Cassino begonnen respect te krijgen voor de tegenstander. I think one ought not to be sparing one's praise of the Germans. They were superbly good defensive soldiers, as in their time they'd been superbly good offensive soldiers. And then the very best of them, the one parachute division, which we'd first met in Crete and found tough enough then, 3 years before, 2 years before, was the very flower of the German army. And these chaps had been trained in the way that an ordinary infantryman wasn't trained, to fight each man for himself, because he normally, in his theoretical training, it started off alone. They were, in a way, they were the flower of their army, as we perhaps conceitedly considered ourselves the flower of ours. These soldiers of the 1st Parachutist Division and all the other divisions, they fought in that area really on the most uncomfortable and hardest conditions. Even to this day now, I cannot understand how they did it. And they were really very, very brave fighters.
Die valschermdivisies waren nazi-troepen die onder de Luftwaffe vielen. Ze beschouwden zich als aparte eenheid en waren zodoende niet bijzonder populair bij de orthodoxe militairen die nu het rechtstreekse bevel over hen kregen. Net als de SS-divisies konden ze over de normale hiërarchie heen gaan en rechtstreeks naar de partijleiding stappen. Ofwel naar Hermann Göring in het geval van de Fallschirmjäger. I know that we from time to time used the word the war in Italy is a gentleman's war in comparison to other parts of the world. And I must say this is true in some way. We had some of our division commanders, especially one whom I used to know very well, General, Lieutenant General Ernst Günther Bader, who was also one of these German generals I will never forget. He was a real gentleman. He was a nobleman in that way. We have very few today. And he had his little private contacts with you, the British. And he, for some time, sometimes he tried to make a little private armistice to get his wounded back and the other side too, and to bury the dead. De positie bij Anzio was nu gestabiliseerd en generaal Alexander kon nu rustig de volgende, vierde en naar hij hoopte beslissende slag om Cassino voorbereiden. Het weer verbeterde met schreden, lente was op komst en de vliegtuigen van de geallieerden konden op volle sterkte komen om de Duitse troepenbewegingen te belemmeren en hun aanvoerroutes te vernietigen. Nu was het zover, Alexander kon de aanval inzetten op een door hem zelf gekozen ogenblik, niet meer bepaald door de acties op andere fronten. En op de droger wordende bodem kon hij uitpakken met grotere formaties en de nakende strijd zou nu niet afhangen van bataljons en compagnieën, maar van massale divisies. Alleen getalsterkte heeft vernietigingskracht, had Nelson eens gezegd. En nu zou Alexander met de zegen van de Amerikanen die getalsterkte hebben. Ofwel de noodzakelijke overmacht van 3-1 waarom hij had gevraagd. Bij Cassino zou hij 13 divisies inzetten tegenover de 4 van de Duitsers. Bovendien had hij een zeer vernuftig plan tot misleiding uitgewerkt. De geallieerden zouden ten noorden van Rome landen in Civitavecchia. En hij zorgde er wel voor dat Kesselring daar weet van kreeg, zodat toen het offensief begon de Duitse reserves nog ten noorden van Rome zouden zijn om deze eventuele nieuwe bedreiging te keren. En ze tenslotte te laat zuidwaarts gebracht werden. Bovendien slaagde Alexander erin om het feit dat zijn troepen versterkt waren geheim te houden tot en met de datum van de aanval. Tal van Duitse commandanten waren met verlof. Ze verwachten het nieuwe offensief niet dan na minstens 10 dagen. De Amerikanen, Indiërs, Engelsen en Nieuw-Zeelanders hadden allemaal al getracht om de Kloosterberg te nemen. En dit, nog altijd meest riskante onderdeel, besloot Alexander nu toe te vertrouwen aan de Polen onder hun generaal Władysław Anders. Dit was een kans om strengthening de moraal van de Polish nation, then under German occupation, by showing that the second Polish corps, most of which was made up of men who had undergone terrible hardship in Soviet labor camps, could give a great account of themselves in the fight for freedom. 80% van de mannen in dit Poolse korps waren gevangenen geweest in Rusland. Na de Duitse aanval op Rusland, de voormalige bondgenoot, aanval van juni 1941, verleende Stalin amnestie aan alle Polen, dit met het idee om hun leger weer te herstellen, zodat het aan Sovjetzijde kon meevechten.
De overeenkomst werd getekend door de generaals Sikorsky en Anders in de zomer van 1941. En duizenden voormalige Poolse soldaten kwamen uit de gevangenenkampen van geheel Rusland naar het hoofdkwartier van Anders bij de Midden-Volga om het nieuwe Poolse korps te vormen. De meeste van hen kwamen blootsvoets aan en in zeer zwakke lichamelijke gesteldheid na de behandeling in de Russische kampen. Een aantal van hen stierf enkele dagen na de vrijlating. Vele duizenden Poolse gevangenen verschenen niet en van hen werd nooit meer gehoord. Stalin zou het nieuwe Poolse leger enigszins uitrusten, maar de Duitse opmars naar Moskou bracht hem daarvoor te veel in verwarring. Maar dan liet hij de Polen ineens toch gaan en zo'n 100.000 Polen onder generaal Anders trok de grens over naar Perzië om een nieuw leven te beginnen. Uit Perzië marcheerden ze verder naar Irak, werden daar uitgerust en getraind door de Engelsen en kregen nog versterking van andere Poolse groepen die reeds vroeger ontsnapt waren. Hun moreel was zeer goed, misschien wel op het fanatieke af, en dat zonderde hen wat af van hun kameraden in het 8e leger, waar ze zich in de lente van 1944 bij aansloten. Casino werd hun eerste test. Conditions were rather very hard. Major Leon Arinkevich, 12e korps Podolische lanciers. Although we were all the time under fire, day and night, we had no problems, thus only made occasion of the piece of rocks and covered with the tents. So sometimes you got a piece of the shell falling into the bunker itself. Now the food supply was coming not always regularly, especially we complained about the water because it was very hot and we needed a lot of water and it came to us not always regularly, and if it came in it was always smelling with the petrol because we used petrol cans for water transport. Of course, transport of the supply was on the mules. So sometimes when these animals got a good bombardment during the night, they just dispersed in various directions. They couldn't find them until the next day, or some of them just were killed at all with all the supplies on. Now, countryside was beautiful. We looked downstairs to the Liri Valley, all covered with the red poppies. And there was really a beautiful sight. But around us, we had rather a lot of rocks or trees cut by shells, so practically there was no one tree left intact. And behind our positions in the little lower, there were even some previously killed soldiers which are still temporarily buried there, so when they walked, say, you could see some sticking out legs on arms, and all this created some sort of bad condition, plus that in this hot weather, it was in May, it was sometimes impossible smell because we had some dead bodies in front of us and behind us. At the front, the place was littered with corpses, which were decomposing slowly. That was a little bit off-putting, and which were not removed either because they were mined or because we thought Jerzy Kin, 3rd Carpathische Divisie. That was one thing. The other thing, because of Monte Cairo looking into the entire valley, we had to be covered by a constant smoke screen. So that was a bit unpleasant. There was a scarcity of water. Everything had to be brought in by some means or other. During the day, the movement was quite impossible, certainly in advanced positions. You had to stay still, completely still. During the night, you could move about, no problem about that. No lights, of course, normal. It became hot later on, so the decomposing corpses stank even stronger. I think, and of course, there were the Germans who were shooting from time to time, yes. Laat op de avond van 11 mei 1944 begon de vierde slag om Casino met de nu traditionele fanfare van het zware geschut. Gedurende 40 minuten beschoten 1600 stuks geschut elk gekende Duitse positie op deze linie. Het lawaai was erger dan bij El Alamein. Onmiddellijk daarna gingen infanterie en tanks voorwaarts. Alexander beschikte voor deze slag over een 2000 tanks en 3000 vliegtuigen. De Polen vochten zich naar de hoogte boven Casino en naderden het klooster dichter dan iemand het voorheen genaderd was. Maar dat was nog altijd niet dicht genoeg en opnieuw waren de verliezen vreselijk.
Maar nu hadden de Duitsers ook een afschuwelijke knauw gekregen. Beneden in het dal werden Engelsen, Nieuw-Zeelanders en Canadezen weer opgehouden. Maar over de bergen aan de andere kant van het dal van de Liri in de Aurunchi-bergen behaalden de Franse expeditietroepen onder generaal Juin een opmerkelijk succes. Juin had altijd al zin gehad rond Cassino te trekken via de bergen en nu had Alexander hem die kans gegeven. Het grootste deel van de macht van Juin bestond uit Noord-Afrikaanse koloniale troepen, waarvan het grootste part, anders dan de geallieerde kameraden, wel ervaring had in dit soort bergkrijg. Zoals de Goums. They were a kind of mercenary. Mary Harkings, verpleegster bij het Franse expeditieleger. From Morocco. I think they were from the Berber race. And they were tremendously fierce fighters, very brave. And they were brought in to the battle just before Cassino in order to take part in the fighting in the mountains, which was very, very difficult, very hard. There were a lot of gun emplacements inside the caves in the mountains. And it was a question of people going in and picking them out by hand, as you might say. And these Goums were just the right people for that job. They were paid 4 francs a day plus a commission on the number of ears they brought back from that they'd taken from the enemy. But this was discontinued after a time when they were found to be bringing back ears which didn't always belong to the enemy. In fact, we invented a verb, to goom, which meant to go further than you were expected and completely off the map. The French Corps, with their experience of mountain warfare and their particular aptitude and equipment for the thing, made a very brilliant attack in the Aurunchi Mountains, and they broke through there. And that was the primary factor, in my opinion, in loosening up the whole of the enemy's front. So I would say they made a very large, a major contribution. Polen ondernamen nog een moedige poging op 17 mei om de sterke Duitse punten aan de achterkant van het klooster te bestormen, maar die werd opnieuw afgeslagen en opnieuw met zware verliezen aan beide zijden. Toch werd het duidelijk dat de Duitsers er genoeg van kregen. De ochtend van 18 mei probeerden de Polen het opnieuw en toen bemerkten ze dat de meeste Duitsers 's nachts waren weggeglipt en zo werd ten lange leste de kloosterberg veroverd. This is the emblem of the 12th Podolian Lancers Regiment. That emblem was put on the ruins of Monte Cassino Monastery at about 9:30 a.m., 18th of May, 1944. Of course, it was made on the spot from available material like a Red Cross flag and somebody's blue handkerchief. Because we had, of course, no time to prepare in advance. De Polen hadden nu de Monte Cassino in handen en de Gustavstellung was voorgoed gebroken. Op de gezichten van de Duitse gevangenen was goed te lezen hoe er tot het uiterste gestreden was. En eindelijk kon de Britse legermachine de Liri-vallei induiken. Een nieuwe verdedigingslinie, 10 kilometer achter Cassino, was vanaf kerstmis door de Duitsers opgebouwd. Deze stelling werd eerst de Adolf-Hitler-stelling genoemd, maar de dag voor het 8e leger de aanval erop inzette, werd de naam plotsklaps in de Duitse documenten veranderd in de Dora-linie. Dat was tekenend voor het verdere verloop van de Italiaanse campagne. Want even snel als de naamsverandering gebeurde, brak de 1e Canadese divisie in 24 uur door deze stelling. Thank you.
Dit was tevens het sein voor het vijfde leger om op te rukken uit het bruggenhoofd bij Anzio. Het was de bedoeling van Alexander dat ze door de terugtrekkende Duitsers zouden heenbreken en ze indien mogelijk vast zouden zetten. Maar net toen de Amerikaanse generaal Mark Clark dit plan leek te volgen en de strop nauwer werd, kon deze blijkbaar niet aan de verleiding weerstaan om Rome nog voor de Engelsen te veroveren. En hij beval zijn troepen als de gesmeerde bliksem naar de hoofdstad op te rukken in plaats van de Duitsers in te sluiten. The whole concept of the campaign was to cut off the enemy's retreat. And it was not only the 8th Army, but the 5th Army as well, whose major efforts on the main front were to some extent damaged by this change of plan. It was taking the course of least resistance with perhaps the glamour of the capture of Rome as the main reason for it. Tegen de ochtend van 4 juni, een zondag, bereikten Amerikaanse panzerwagens de buitenwijken van Rome. En die dag en de dag voordien hadden de Duitsers, zoals we zien op deze met een verborgen camera opgenomen Italiaanse film, zich stilletjes teruggetrokken uit de eeuwige stad. Kesselring had woord gehouden en liet Rome niet tot slagveld worden. De ochtend daarna, op 5 juni, terwijl het 8e leger de Italiaanse hoofdstad links liet liggen en de Duitsers noordwaarts volgde, maakte generaal Mark Clark zijn glorierijke intocht in Rome. Een ritje dat voor hem blijkbaar zeer belangrijk was. En de ochtend daarna, op 6 juni 1944, landden de geallieerden in Normandië en hield Italië op met het grootste nieuws te zijn. En nog kon Alexander zijn succes niet verder uitbuiten. Zijn overmacht in getalsterkte, die hem de zege had gegeven, werd hem afgepakt door de voorbarige, maar aan de Russen en Roosevelt in Teheran beloofde invasie van Zuid-Frankrijk. Het succes bij Cassino, niettegenstaande de gruwelijke tol aan menselijke levens en menselijk lijden, was volgens de opzet van Churchill en Alexander bedoeld om naar Wenen en het hart van Nazi-Duitsland door te stoten. Het leidde uiteindelijk tot een nieuwe padstelling ten noorden van Rome. Voor de soldaten die daar streden en daar sneuvelden, zal Cassino voor altijd de overwinning zijn van de menswaardige geest en gedenkplaats voor de teisterende tragedie van de oorlog. BRT-bewerking Ben Schouten. Tekst gelezen door William van Laken. Opname en mixage Pierre Electeur, Fernand de Gieter. Stemregie Wilfried Brewaes.